Ja, lieve kijkers en luisteraars, daar zijn we. Het is niet te geloven. De man die links van mij zit, is het daadwerkelijk Rob Jansen. Ja. Het is geen hologram, het is de man zelf. Na 27 maanden is hij terug in zijn eigen keuken. Daar zijn we blij mee. Ja. Hé, Wim? Zit over het algemeen elders, hè? Over het algemeen zit hij met zijn voeten ergens in het zand. Terwijl wij hier ligt in het ziekenhuis. De mensen vermaken. Ja, of hij ligt in het ziekenhuis. Ik zit hierbij, in dit geval. Rob Jansen krijgt een... mag ik dat verklappen, jouw medisch dossier? Of heb je dat liever niet? Dan is die uitzending tenminste vol. Rob gaat geopereerd worden aan zijn knie. Heb jij gevoetbald vroeger? Kon je een beetje voetballen? Heel goed. Wat speelde je dan? Heel goed. Ik heb gespeeld tot aan de voorselectie Nederlandse jeugd. Meen je niet? Ja, die tijd kon dat nog. Echt waar? Ja. Niet geselecteerd. Maar in principe, je moet goed luisteren wat hij zegt. Hè? In principe zegt hij eigenlijk niks. Tot aan de voorselectie van het Nederlands elftal. Dus wat zit er dan eigenlijk voor de voorselectie? Waar je dan een preselectie. Daar zit een regionale selectie. Yes. Er speelde in het Haagse... Dan krijg je Haagse... Ja, dat kon, amateurspelers konden toen nog door, ja. En is er iemand doorgebroken van dat beroemde team waar jij dan in zat? Adkila. Aadkila. Dat is die generatie. Aadmansel, Totti. Nee, Joop Korevaart. Ja. Henk van Leeuwen. Mooi, dat was Henkie. De generatie van Rob, zeg maar. Nee, dat geloof ik niet. Zo triest. Ik zag van de week trouwens... op knap, als je wat ik ziet. Ik zat op YouTube. En toen, jij stuurde mij altijd allemaal filmpjes op. Toen wij dat boek gingen maken. Ja. En in één keer kwam ik uit bij... Wakker Innsbruck tegen Torino. Ja. En, maar ik kwam ook uit bij Den Haag Ajax, seizoen 80-1981. En daarin, ik speelde toen mee en wij verloren van ADO Den Haag. En daarin speelde nog Aart Mansveld. Ja. Die was toen denk ik al 37 of 38. Lex Schoenmaker deed mee, Henk van Leeuwen deed mee. Roger Albersen deed mee. Chris Treling. Chris Treling. Nee, was daarna denk ik. Ja? En, Roger Albersen. Zo, maar die... Een aardig elftal. Dat zei ook alles natuurlijk over dat team van Ajax toen de tijd met Piet Wijnberg, Kees Swanboren, Steensiekler, Peter Boeven. Edel Oppoff, Jan Weggelaar, niet te vergeten. Ja. Maar goed, in ieder geval die Aad Mansveld. En die kende ik natuurlijk niet zo goed, die Aad Mansveld. Want het is eigenlijk net van de generatie ervoor. Ja. Volgens mij is Aad Mansveld ook ouder dan Johan Cruijff bijvoorbeeld. Weet je, Aad Mansveld is echt jaren 60, toch? Ja. En begin jaren 70. Maar Aad was toen, als hij niet geblesseerd was geraakt, had hij 74 gespeeld. Ja. En, of Rinus Cicero natuurlijk. Luister als ik praat. Ja. Aad Mansveld, ik ben Hagenees, ja? Aad had gespeeld. Ja. Klaar. Ja. Dus, en daarna Rinus. Ja. Of met Rinus. Ja. Had ook nog gekund. Ja. Maar doordat hij niet speelde, kwam Arie Haan daar te voetballen. Ja. En daardoor ontstond totaalvoetbal. Ja. Want die ging inschuiven als een middenvelder. Maar dat kon Aad Mansveld ook. Want ik zag hem in die wedstrijd. Schoof hij 3 of 4 keer in. En met speelsgemak liep iedereen voorbij. Hele goede voetballer. Ja, dat was een goede voetballer. De grootste van Aden. Die had jij voor je. Anders had jij misschien... Ja, anders had ik voor hem dat standbeeld gestaan. In de pre-selectie van Nederland. Zo wijzend, weet je wel, dat standbeeld van Aad Mansveld. Ja. Zo jammer. Weet je wat ik mooi fragment vind van Aad Mansveld? Een beetje ondergewaardeerd. Je ziet altijd... ja, een keer of 20 per jaar komt die goal van Johan Cruijff toch voorbij. Het doelpunt van de eeuw. Ja. Ja, ik vind altijd het mooiste, als die bal er eenmaal in ligt... dat die Aad Mansveld die Tonti helemaal de tyfus geldt. Maar dat was weet je wat, is het doelpunt van de eeuw. Ja. Nee. Dus je zou vanuit kunnen gaan... ja, de keeper kon er weinig aan doen. Toch? Maar ik vond dat helemaal niet het doelpunt van de eeuw. Ik vind want dat... die bal ging door het midden. Kijk, het was filmisch natuurlijk. Zag iconisch, weet je, dat Johan Cruijff langs de kant staat met het touwtje. Met die en dan die aanname in en de ruimte. En vanaf links hem de rechts inkrult. Ja, maar door het midden. Ja, maar toch knap. Maar jij wou zeggen, hij heeft wel mooiere doelpunten gemaakt. Ja, hij heeft zeker mooiere doelpunten gemaakt. Maar er zijn ook wel mooiere doelpunten gemaakt. Maar Cruijff was natuurlijk Cruijff. Het is natuurlijk Cruijff. En het was natuurlijk, Cruijff was heel fotogeniek. En weet je, en het zag er allemaal mooi uit. Maar ik heb wel mooiere doelpunten in mijn leven gezien. Ja. Hey, jij was goed bevriend met Aad Mansveld. Ja. Toch? Ja, zeker. En Aad was nog steeds bij ADO een icoon. Ik denk een van de grootste spelers. Ook door zijn houding. Zijn autoriteit. Had een beetje iets weg van... Maar we ook later nog een Beckenbauer in de spelerstunnel. Dus Aad had ook dat elftal, die namen die je noemde... dat was ook een enorm sterk team... Maar die hadden ook een bepaalde arrogantie. Dat was wel mooi. Dus in die tunnel staan en dan tegen de andere ploeg. Bij de hand. Haagse bluff. Ja, dan tegen die speler aan de andere kant zeggen...
heel veel zieken deze week bij jullie. Ja, ja. Nadat jij meedoet. Ja. Dus weet je wel, ze hadden wel, het is geweldig dat jij mee mag doen. Dat is toch leuk als het veld ontloopt. Dat Aadman was heel veel zieken deze week. Maar hij was ook heel hard voor zijn medespelers. Hè? Het was niet, zeg maar, wat ze tegenwoordig een veilige werkomgeving noemen. De kleedkamer van FC Den Haag. Nee. Met Aadmansveld als aanvoerder, toch? Maar die hele generatie die was wat anders. Ja, ja. Godzijdank zou je bijna zeggen. Maar Aad, ook, hij werd natuurlijk heel ziek. Hij kreeg longkanker. Ja. Maar hij behield die bikkelharde humor. En ik weet nog wel, hij had hele goede vrienden. Didi Vathouder en Lex Schoenmaker. En nog een aantal Haagse grote mensen eigenlijk. En als hij dan kan kaarten, want hij was kaartgek. En ik woonde toen in een flatje. En had een pruik op. Toen en dat flatje zit nu in dit huis. En dan kwam hij binnen, pakte hij die pruiken, die flikkerde die om in de hoek. Zat hij zo, nou gaan we kaarten. Weet je wel, het was geen, hij was niet van de huilen sector. Hij had toch ook gezegd dat die pruik na zijn dood naar Kees Jansma mocht of zo? Ja. Als ik weg ben, heeft hij voor Kees. Dat is maar hij is nooit trainer geworden, wel. Jawel. Maar niet op niveau. Nee, Laakkwartier in de zijn Haag. Clubkwartier. Ja. En Lex Schoenmaker nam wat later daarover. En Laakkwartier is een grote amateurclub, nog steeds in de Haag trouwens. En was Pieter Soete, was volgens mij in die editie waar ik het over heb, trainer van ADO Den Haag. Ja, dat zou best kunnen. Weet ik ook niet. Nou, die heeft ook een hele goede periode gehad. Ja, zeer zeker. Goeie trainer. Chola Ling deed ook mee in die wedstrijd. Echt waar, ja. In die wedstrijd, hè? Ja, bij Den Haag. Heel jong. Bij Ajax. En maar die ontrok zich een heel klein beetje aan het spel, die wedstrijd. Vond hij wel beter voor de stad Den Haag. Aad Mansveld is later naar Feyenoord gegaan. Ja. En dat werd hem niet in dank afgenomen door iedereen in Den Haag. En toen was uitgerekend zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord was in de Kuip tegen FC Den Haag. Ai. En toen heeft hij als een soort geste om toch te laten zien dat hij die club niet vergeten was, heeft hij volgens mij de warming-up in de kleuren van Den Haag gedaan. Echt, maar dat werd helemaal niet gewaardeerd. Ja, of ik moet verzonnen hebben, maar volgens mij is dat zo. Dat verhaal ken ik niet. Ja. Jij bent de enige die dat weet. Ja. Maar okay. En die Tonti dan, wat was dat voor een... heeft hij zijn leven lang bij ADO... Was een goede keeper. Een hele goede keeper. Heel lang was hij. Ja. Een hele leven bij ADO gespeeld, of niet? Nou, dan moet ik even terug in de ADO boeken. Oh, het ligt hier trouwens, het grote boek. Dat weet ik niet zeker. Ja. Ja. Tonti heeft ook die beroemde trip naar de Verenigde Staten meegemaakt, hè? Ja. Met Schoenmaker en... Volgens mij is Jansma daar ook niet bij geweest. Heb jij daar niet 1000 verhalen met over? Met ADO. Ja. Nee? Ongetwijfeld, zo'n Kees is bij. Ja, onthoud je toch wel als Kees al die verhalen aan je verteld, ja, of niet? Ja, maar hij vertelt meestal dezelfde verhalen. Ja, daarom juist. Nee, maar die Benny Muller, dat kan niemand ontgaan zijn, want die is overleden. Maar ja. Ik kende zijn zoon niet heel goed, Danny Muller, die ook nog bij Basel Verkering heeft gehad met die dochter van Johan Cruijff, volgens mij. Ja. En daar ook prompt een contract kreeg, wat echt wel een beetje te hoog gegrepen was. Maar ach ja, je bent Johan Cruijff of je bent Johan Cruijff niet. Ja. Maar die Danny Muller, die kwam ik altijd tegen. Het was een tijd dat ik altijd op een vrijdagavond ging ik altijd eten in het restaurant Toscanini samen met Suzanne. En die Danny Muller, die kwam dan... Wij gingen wat vroeger en hun kwam hij altijd met een hele vriendengroep. Allemaal Jordanezen. Kwam hij daar ook eten. Kwam hij er even bij zitten. Echt heel innemend aardig jongen was dat. Maar ik deed toen de tijd verslag voor Sicko Sport of voor Supersport. Ik weet het niet meer. Maar ik vond het, en hij speelde bij RKC. Maar ik vond het zo'n aardige jongen. Dus, en zo goed was hij niet, als ik heel eerlijk ben. Dus ik was alleen maar positief over hem. En ook wel een beetje te positief. Dus toen kwam hij, zaten we weer te eten daar, kwam hij weer bij die tafel. Hij zegt, nee, maar dit keer ben je echt te ver gegaan, hoor, zei hij. Ik zeg, maar hoezo dan? Hij zegt, ja, je ging zelf vertellen dat ik een geweldig inworp had. Wel heel lief van jou. Ja, een aardige jongen, ja. Wat ik goed gezegd, ik zie je wel, hij is heel compleet. Hij gooit ook heel goed in. Dat ging zelf die jongen zelf te ver. Ja, dat ging die jongen ook te ver. Ja. Het was wel een soort ironische speling van het lot. Het was precies in de week dat Henderson kwam. Ja. Dat Benny Muller, die net te vroeg eigenlijk gepiekt heeft om geld te kunnen verdienen. Ja. Ik geloof dat iemand berekend, Paul Onkenhout had er wel een mooie column over in de Volkskrant. Ik geloof dat iemand berekend had dat wat Benny Muller in zijn laatste seizoen verdiende, bruto, verdient Henderson nu netto in een week in euro's. Ja. Maar dat vind ik allemaal niet zo erg. Nee, dat is ook niet erg. Dat is ook logisch. Andere tijden. Het was andere tijden. Hey, weet je wat ook andere tijden was? Ik moest nog aan jou denken, want jouw record is blijven staan, hè? Ben je zeker wel blij mee of niet? Ik had voor een week mijn vriend...
Hans van Breukelen aan de lijn. Alweer? Jullie hebben echt een hotline ontwikkeld, hè? Ja, wij beginnen iets heel moois op te bouwen 10 jaar lang Van Breukelen belachelijk gemaakt in het openbaar. En nu zijn boezemvrienden. Nou, ze hebben best de hele dag bellen met elkaar. Leuk. Weet je nog vroeger, en 88 en die kopbal van mij tegen Ierland. Dat komt ook omdat mijn schoonvader, die woont in hetzelfde dorp als Hans van Breukelen. Ah. Dat is in Den Dolder, bij Zeist. En wat wilde ik nou vertellen? Dus nee, dus ik zei, Hans begon over dat record. Ik zeg, ja, maar ja, dat gaat eraan. En toen zei Hans de wijze woorden, maar hij is ook een beetje PSV'er, die zei, nee, let maar op, ze spelen gelijk. Ja. Dan hebben hun het record en dan behouden wij ook dat record. Ja. Ja, en zo is het gegaan. En Hans refereerde zelf aan dat in die wedstrijd die wij speelden tegen FC Twente, PSV FC Twente, ergens in januari, dat zou dan de 18e overwinning moeten zijn toen de tijd. Toen zei Hans, ik maakte die wedstrijd een klein foutje. Zo? Nou, dat was niet een klein foutje, dat was een enorme blunder. En toen zei hij, ja, maar jij miste 2 open kansen. Ik zei, ja, maar dat kun jij helemaal niet meer weten, jongen. Dat weet jij toch echt maar die blunders van Hans, die kan jij nog allemaal goed herinneren. Nou ja, kijk, Hans heeft natuurlijk legendarische dingen gedaan natuurlijk. Die heeft die penalty gestopt in wat wij de Europa Cup 1 wonnen. Ja. Hans... Daar heeft hij het liever niet over, is dat hij voor de wereldbeker speelden wij in Tokio. En wij kwamen 2 keer op een voorsprong. En 2 keer ging Hans onder een hoge bal door, onder een cornerbal door. En nou ja, dat heeft hij natuurlijk wel te horen gekregen van Lesbien Gerrits en Koeman en iedereen. Dat is inmiddels 35 jaar geleden, maar goed. Ja, maar toch even leuk om terug te halen. Hans had toen de legendarische uitspraak van, ja, maar in Tokio is er een hele andere luchtstroom. Is heel moeilijk om die ballen in te schatten. Dat vind ik goed. Ja, maar goed, dat dit terzijde. Nee, maar, dus ik ga nu binnenkort... als ik op bezoek ga bij mijn schoonvader, ga ik even langs bij Hans een kopje koffie drinken. Ja, daar zouden we eigenlijk bij moeten zijn. Al die camera's, Hugo erbij, die hele klerenzooi erbij. Ja. Dat is toch misschien wel een idee, op locatie opnemen. Beginnen we bij Hans. Bij Hans thuis. Ja. Altijd bij Hans thuis. Moet hij wel betalen. Dus sowieso. Nee, maar ik zag Willy van der Kerkhoff nog eventjes. Ja. Ja, die gunt het PSV ook wel als het record gaat. Ah, dat is echt PSV'er. Ah joh, ik had het ook prima gevonden. Kan mij nou schelen. Weet je wat ik wel raar vind? Iemand zei dat laatst, ik weet echt niet meer wie, maar die had het volgens mij zelfs een beetje uitgezocht dat... Hoe weinig er in talkshows, in gewone talkshows, aandacht aan PSV wordt besteed. Is dat zo, ja? Ja, dat is wel zo, ja. Ik denk als Ajax of Feyenoord op weg was naar zo'n record, dan hadden er toch wel een paar aangeschoven. Nou, ik heb niks anders gehoord. Ja, ben in de sportprogramma's. Deze week, hoor. Maar in de gewone talkshows, zelf ja, maar ja, nooit. Ik denk dat dat misschien toch te maken heeft dat PSV in supportersaantallen... Ja. De minste van de 3 is natuurlijk. Je hebt Feyenoord, Ajax. Tuurlijk. Maar het wordt wel heel opzichtig genegeerd nu. Ja? Zeg jij maar wanneer er voor het laatst een PSV in een talkshow zat. Welke talkshow dan? Nou, niet een voetbaltalkshow. Ja, maar ik zie nooit meer voetballers in het programma verschijnen tegenwoordig. Nee, dat is wel waar. Bij talkshows dan? Ja. Ah ja, ik kan me herinneren dat ik vond het verschrikkelijk. Vroeger toen ik voetbalde en toen ik nog vooral net bij Ajax speelde. Ja, dan belde bijvoorbeeld Harry Vermeegh op of Felix Meurens die ook nog een programma deed. Ja, ik durfde ook niet echt nee te zeggen of zo. Weet je? Dan dacht ik, nou, dan vinden ze me arrogant of vinden ze me lul. En dan deed je dat maar. En ik vond dat vreselijk. Ja? Tegenwoordig niemand is toch niemand die doet. Nee, tegenwoordig zie je de echte voetballers die er niet meer zijn. Ik denk dat ze er helemaal geen zin in hebben. Maar vond je Harry Vermeegh, vond je dat erg? Ja, voetbal 80, dat soort die filmpjes nee, en zo? Nee, dat vond ik wel leuk. Ik vond dat wel leuk. Nee, maar dan was ik ook alweer wat ouder of zo. Maar zeg maar toen ik 17, 18 was. Ja, jezus, dan moest ik naar Afro Sport Panorama met Jos Kuijer en Arno Vermeulen. Met die witte Frank Kramer. Arno Vermeulen zat er toen ook al, die had zo'n witte kooltrui aan. En Marga Kamlach, ben ik ook nog door geïnterviewd. Keer Marga Kamlach? Jawel. Nee. Marga Kamlach was die vrouwelijke presentatrice van Studio Sport. Oh, die ja, natuurlijk. Marga Kamlach, ik geïnterviewd door Marga Kamlach. Ja, ik vond sowieso die man gekam lag. Je had totaal geen verpletterende indruk op mij gemaakt. Nee, maar wie wel? Wie wel? Oh, de telefoon gaat. Ja hoor, wie is dat? Ja, dat kan ook gebeuren. Ja, Mario Been. Weer over het boek. Ja, ja. Hier,
Weer eraan vraag voor het boek. Nou, het is goed dat ik die telefoon heb, want er worden vragen aan ons gesteld via de site. Dit is niet te geloven. Voor de eerste keer in ons leven gaan we die behandelen. Jolan van Zanten. Heb eigenlijk niks gehoord over Frans Beckenbauer. Nou, en was wel benieuwd. Nou, we hebben niks gehoord. We hebben het vorige week alleen maar over Frans Beckenbauer gehad. Nou, dan heeft Jolan niet goed op zitten letten. Heb jij nog iets te zeggen over Frans Beckenbauer? Want jij bent wel eens meegemaakt, denk ik niet. Ja, ik denk dat alles wel gezegd is hoe goed die meneer was als voetballer. En hoe bijzonder als trainer. Want hij was wel redelijk succesvol een paar keer dat hij deed. Ja, maar wacht even, jij bent toch ook... Heb jij Makai gedaan? Ja. Dan heb je toch... Hij ging toch ook naar Bayern? Ja. Wat deed die Beckenbauer toe dan? Was toen voorzitter. Ja. Ja, dat klopt. Maar had je nou met hem te maken? Of was het alleen even, als het helemaal rond was, dan kwam hij een handje geven? Of was hij echt actief bij Nou, bij die meeting was hij wel aanwezig in de onderhandeling met Roemenieke en Heunis. En Karl Hofnar, dat was de CFO in die tijd. Daar was hij wel bij, maar dat was niet zijn ding. Nee. Dat liet hij liever aan Heunis en Roemenieke over. Maar hij was toevallig bij die wel, want Roy Makaay was toen voor hun een mega aankoop van La Coruña. Die was Europees topscorer daar, een gouden schoen, et cetera. En die heeft ook fantastisch gedaan bij Bayern München. Maar het was wel een hele bijzondere man, dat heeft iedereen al gezegd, maar als hij binnenkwam, kwam er ook wel wat binnen. Ja. Het was niet iemand die zei van, waar is Frans Beckenbauer? Hij had niet voor niks de bijnaam der keizer. Ja. Een enorme persoonlijkheid, hele mooie voetballer, hele goede voetballer, maar dat zal iedereen het over eens zijn. Ook en daarna werd hij als trainer, dat heeft hij natuurlijk ook fantastisch gedaan. Hij heeft de WK gewonnen. Ja. En hij is was coach toen wij Europees kampioen waren. Ja. Was hij ook. Maar ik las van de week iets, quoteje ergens, van jou. Ja. Met Mark Overmars die naar Barcelona ging vanuit Arsenal. Ja, oké, dat klopt. Dat het nogal een waanzinnig transfer was of zo. Dat klopt ook. Ik denk dat dat toen de grootste ter wereld was. Mark die ging van Arsenal naar Barcelona. En dat was toen de presidentsverkiezingen Núñez tegen Laporta. Nee, niet Laporta, Gaspar. Sorry, Gaspar, Laporta is nu. Gaspar, Juan Gaspar. En dat won Gaspar voor een hele korte periode, bleek later in de geschiedenisboeken. Maar die beloofde namelijk Overmars en Petit, die speelde ook bij Arsenal, Franse international, te halen. En ik zat toen bij David Dean, de man van Arsenal die alles deed, een van de oprichters van de Premier League, thuis. En die zei, heb je het gehoord? Op morgen landt Gaspar hier met de Spaanse delegatie. En wij waren die transfer aan het voorbereiden allemaal. Ik zei, ja, weet ik. Hij zei, dat wordt een hele leuke sessie voor ons. Ik zei, waarom? Hij zei, nou, hij kan niet meer terug zonder de spelers. Dus we gaan de bedragen iets aanpassen. Ja. Nou, dat gebeurde ook. En die, ik weet dat Gaspar heel boos was. Helemaal uit zijn dak. Want het bedrag was 85 miljoen guldens in die tijd. Ja. Maar dat was natuurlijk al extreem. Gigantisch. Dat was een giga. Dat was hetzelfde wat nu 100 of 120 miljoen is. Gulden ging voor 17. Ja, om maar even een verschil aan te duiden. En hij moest het doen. En toen zei Gaspar in die meeting, nou weet je wat, je vraagt 85 miljoen, laat die Petit maar hier. Wat is dan het bedrag? En waarop David Dean zei 85 miljoen of zo. Dus Petit ging met voor 0 euro. Ook niet goed voor je image. Maar heb jij ook nog wat bovenop gegooid toen... Zo is hij niet. Dat zit niet in hem. Hoe raar dat jij zegt. Dat is best een goede suggestie, maar... Maar dan kom je nou pas mee met die suggestie. Ja, dat heb je wel gedaan natuurlijk. Je zat niet te slapen of zo, wel. Ja, maar ik werkte op een heel andere manier. Maar jij blijft... Want jij werd natuurlijk begeleid door hele eigenaardige vogels. Dus jij was gewend eigenlijk misleid te worden. Luister nou, Rob Jansen. Ja, meneer Nou, zegt David Dien zegt dat tegen jou. Ja, en ook tegen Gaspar. Toch, dan kan ik bij die Gaspar voor die Overmars toch ook nog wel een paar miljoen meer uitslepen, ja, of niet? Maar zo werkte dat in die tijd niet. Nee? Nee, het werkte echt zo niet. Maar hoezo werkte dat niet zo? Nou, omdat wij heel anders werkten. Hm. Maar kijk, wat je nu hoort, al die gekte en waar makelaars tussen zitten met percentage, dat hadden wij niet. Dus dit was gewoon een vrij clean transfer. Maar de anekdote op zich is leuk, hoe dat ging met die bedragen. En dat het de grootste ter wereld eigenlijk toen was. En Mark heeft ook wel goed gedaan bij Barcelona. Ja, veel geblesseerd alleen. Helaas raakte hij. Hij sprak ook weinig Spaans. Oh ja? Ja, hij sprak geen Spaans. Dat geen flauw idee. En wat vind je dan van die schorsing? Nou, uit zijn verband. Ja, dat wordt echt te gek. Ik vind dit krankzinnig. Ja. Dus hij wordt neergezet als een soort rolmodel van tot hier en niet verder. En het is, kijk, FIFA is ook een instituut wat zo corrupt is en waar zoveel wantoestanden plaatsvinden. Het wordt ook een beetje, als je wenkbrauw gaat fronsen, wie bent u? Ja, nee, inderdaad. Wie bent u dat u als dat allemaal durft te zeggen? Ja. Ethisch verantwoord zich aan gedragen, ja. Ja, alsof ze een beetje de moralist van de voetballerij zijn. Terwijl er alleen maar puinhopen plaatsvinden.
En ze hadden Mark gewoon moeten laten werken. Klaar, stop met die kolder. Het is nu gebeurd. Mm. En hij heeft mega dubbel geleden. Mm. En los van hetgeen wat er is gebeurd, dat hoef je niet goed te praten. Dat is absurd. Ja. Want het is ook heel raar gedrag. Ja. Maar dan nog, zijn reputatieschade, zijn gezin heeft geleden, zijn kinderen hebben geleden. Hij heeft een hartkwaal. Ik ga niet zeggen dat het daardoor komt, maar het zal niet geholpen hebben. Je weet helemaal niet wat de straf die dat soort mensen krijgen, als je bekende persoonlijkheid bent, man of vrouw, die is maal 10 als wat er in de gewone maatschappij gebeurt. En nu is het klaar. Het is over. Heb jij al die transfers van Overmars gedaan? Ja. Dat is dus van Ajax naar Arsenal, van Arsenal naar Barcelona. Ja. En daarna het was klaar. De Co-Wit even gespeeld. Ja, net toen was het klaar. Hij leverde zijn contract ook in bij Barcelona. En toen op de EK Portugal. Daar zaten we met Dick Advocaat toen. Ja. Portugal toch? Of Spanje, ja, denk het wel. Portugal, en toen was hij al met zijn knie niet goed. Die knie was niet goed. Hmm. En toen heeft hij bij Barcelona, dat was wel heel netjes trouwens, heeft hij zijn contract een jaar teruggegeven aan de club om weg te gaan, te stoppen. Je hebt er wel een heel mooi aandenken aan overgehouden, hè, wat bij jou in kantoor hangt, aan al die transfers met Overmars. dat bankbiljet. Ja, dat vind ik wel goed. Heb je dat wel zien hangen bij hem? Nee. Het hangt helemaal vol met voetbalshirts natuurlijk en allerlei dingen die herinneren aan jou. Maar wat is het verhaal daarachter? Nou, Mark is natuurlijk met geld was bekend. Dus een soort, je hebt Dick Advocaat, je hebt Mark Overmars. En maar Mark, die was niet van het uitgeven van het geld. Ging moeilijk. Nee, bleef toch liever in het zakje zitten. Dat deed pijn. Ja, dat deed pijn. Vond hij geen goede uitvinding. Ja, andermans geld ging makkelijker. Ja, andermans geld was een andere zaak. Dus hij had daar wel iets dat hij dat... Dat hij op een gegeven moment, toen hadden we 100 gulden van hem ergens voor gehad, weet ik veel wat. En die hebben we ingelijst met een handtekening erop van dit komt nooit meer uit het bakje. Want ja, dat gebeurt niet meer, Mark. Totaal uniek. Het hangt er nog steeds. Ja. We hebben hem gewoon terug nu. Ja. Hey, en Brobbie, jij als voorzitter van de Brobbie fanclub, is hij nu definitief... Dat hoor ik overal. Dat is gewoon een goede spits. Ja, jij hebt het altijd al gezegd. Ja, maar ik denk dat als je een beetje kijkt op voetbal hebt, dat je dat wel kan zien. Het is natuurlijk altijd maar de vraag, wanneer komt het eruit? Weet je, in die hele flauwekul van techniek is niet goed of hij weet niet wat hij gaat doen als je het bedoelt. Ja, maar doelpunten te maken, dat is gewoon allemaal zelfvertrouwen. En op een gegeven moment heb je gewoon een periode, die Jiménez heb je het nu. Ja, die heeft het even niet. Dat is er oogt totaal niet. Ja. En hij kreeg twee of drie goede kansen gisteren die hij er normaal gesproken inschiet. En dat had die Brobbie natuurlijk ook. Alleen die Brobbie is natuurlijk veel jonger. En die heeft een beetje een merkwaardige carrière achter de rug natuurlijk. Ja. Maar daarna is daar een geld aan uitgegeven en verloren ook nog eens een keertje. Ja, dus ja misschien gaat hij naar Man United dadelijk. Ja, dat zou ik hem niet adviseren. Want iedereen die Erik ten Hag haalt, die mislukt. Ja. 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 Dan kan je wel blijven. Dit is ook laat eerst eerste seizoen uitvoetballen. Ja, en dan nog een jaar. Desnoods nog een jaar en doe rustig en kalm. Wacht even. Ja. En kijk of je die EK... weet je, dat ligt natuurlijk een beetje in die Depay. Ja. Anders zou die natuurlijk zomaar kunnen gaan spelen. Hey, wat me naar te binnen schiet, is anders trouwens. Ik ben naar te luisteren. Ik zat nou weer naar voetbal te kijken met alle trainers na afloop van wedstrijden op ESPN. Wat ze dan zeggen. Ik word altijd helemaal verdrietig dan. Als ik ze hoor praten, Nederlandse trainers. Dat ik echt denk, nou, of het is een leerschool in teksten. Ze hebben allemaal dezelfde tekst. Ja. Ja? Het is allemaal zwaar. Ja. Het is nooit echt blij. Het is allemaal toch wel, ja, we hebben gewonnen. Maar de looplijnen, ik had nog gezegd in de rust. En dan zie ik aan de andere kant, en dan moet ik vreselijk om lachen, Mourinho. Dat is natuurlijk een totale ramp op dat gebied. Maar er zit een hele wereld tussen ook. Nou, Mourinho is entertainment natuurlijk. Ja, dat is entertainment. Dat was Louis ook. Ja. Maar ik zou wel eens aan de Nederlandse trainers willen zeggen... jongens, doe een beetje vrolijker. Ja, maar het verschilt niet veel met trainers in het buitenland, toch? Ik weet niet, ik zie die Spaanse trainers niet, maar... Nou ja, die Engelse trainers zie je toch ook wel eens voor zo'n sponsorbord staan. Dat is wel net zo saai als die Nederlanders. Ja, waar komt dat vandaan dan? Ja, omdat het allemaal zo... Wij zijn de kant op gegaan van... Wat al 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden was in Spanje, en Italië en Engeland. Is dat er natuurlijk zoveel kranten zijn en alles. En zoveel televisiestations waren in die landen. Ja. Waarin elke scheet die je liet, die werd natuurlijk gigantisch opgeblazen.
En dat krijgen we nu in Nederland ook. Je hebt de AD-site, je hebt de VI-site, je hebt de voetbalzone, je hebt dit, je hebt dat. Ja, maar en de lat wordt steeds lager gelegd, hè? Ook bij die spelers. Want ik zat gisteren naar dat interview van Bobby te kijken. En ja. de eerste vraag was... Ja, die eerste goal die je maakte, dat was eigenlijk een intikker, hè? En toen zei Bobby, ja, die was wel makkelijk. Ja. En toen was het interviewtje afgelopen, was verder heel saai. Alhoewel, meestal zijn het nog wel komische interviews met die Brovi. Ja. En toen zei de presentator, wat is het toch altijd genieten, die interviews met Bobby? Hij zei dat die eerste heel makkelijk was. Ik denk van, ja, een antwoord van niks. En we doen net alsof het een of andere cabaretvoorstelling is waar we naar zitten kijken. Maar kijk, je zit natuurlijk te wachten op een Leo Beenhakker. Ja. Ja, die gaat dat niet meer doen, dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Maar dat was de voorloper van, niet van Mourinho, maar, of van Gaal. Maar weet je, er gebeurde altijd wel wat in zo'n persconferentie. Ja, het is altijd zo'n verschil, merk ik, van je hebt een categorie trainers die loopt naar een persconferentie... alsof ze naar de guillotine lopen. Dat bedoel ik. Alleen maar angst van hoe ga ik proberen te voorkomen dat ik iets verkeerd zeg. Met de perschef. Met de perschef. Als een perschef schild, inderdaad. Een perschef erbij. Of Beenhakker die zich realiseert... je kan zo'n persconferentie eigenlijk ook gebruiken. Ja. Namelijk door de stemming te bepalen en door mijn eigen PR een beetje... Maar ja, je moet er wel talent voor hebben. Natuurlijk. Maar daar gaat in feite om. En de Frits Korbach of Simon Kistenmaker of Barry Hoeks... we gaan dan echt de oude geschiedenisboeken in. Maar, en Leo later, maar ook Louis... Op zijn eigenaardige manier. Maar ook dingen tegenwoordig, kijk, niet zozeer grappend of zo, maar Arne Slot gebruikt die persconferenties ook op een hele handige manier. Ja. Die gaat altijd na afloop van een wedstrijd, gaat hij eerst eens even beneden in die kleedkamer kijken wat hij per rest er allemaal van vindt op ESPN. Dan denkt hij, de vlag hangt er zo voor. En dan gaat hij daarboven op een hele eloquente manier, gaat hij de boel met je bijsturen. Ja. En dat is in principe handig natuurlijk. Ja. Maar daar is ook niks mis mee. Maar ik zag er een aantal van die jongens weer voorbij komen. Ik ken een aantal natuurlijk ook wel. En denk, jongens, kom op, man. Maak niet zo'n toestand ervan, joh. Ja, dat komt natuurlijk omdat maak een kwinkslag, maak een grap. Weet je wel, kijk, als je nou 7-0 verloren hebt, dan raad ik dat af. Ja. Maar bij die gelijke spelen en een 2-1 overwinning. En kom aan, man. Ja, maar het komt omdat het is allemaal zo overspannen. En dat doen wij, daar zijn wij mede schuldig aan natuurlijk. Dat elke, wat Wim zegt, elke scheet die wordt gelaten, wordt enorm opgeblazen. Dus mensen die daar geen zin in hebben, die denken, ik hou me lekker op de vlakte. Ja, of doorboren het juist. En weet je wat het ook is? Het maakt ook geen reet uit wat je zegt. Want het wordt toch wel uitgezonden. Ja. Het is natuurlijk een van de weinige plekken waar je op tv, waar je helemaal niet hoeft te leveren. Je hoeft alleen maar geluid te geven. Ja. Het wordt toch uitgezonden. Ja. En niemand hoort je. Nou ja, dat is wat je zegt, ze zeggen niks. Ze zeggen niks, maar er wordt wel naar geluisterd. Ja. En zolang het geen ophef oplevert, achter zij het geslaagd. Ja. Maar dan moeten we nog een tijdje mee leuren leven. Dan maar. Ja, dat is ook zo, ja. Hey, er is nog iemand zijn record kwijt, hè? Hansie Kraaij is ook een record kwijt. Met wat? Hij had het record van de snelste gele kaart ooit. Oh? Ja, dat was in de Kuip. Volgens mij met Dordrecht kwam het veld in. En er komt een hoge bal. Hij geeft gelijk John de Wolf een elleboog en een rode kaart. En dat was geloof ik na 4 seconden of zo. En dat is nu verbroken, heb je niet gezien, door de speler van Heracles. Bij de tweede helft kwam die erin. Dat is ontgaan. Oh, die had binnen 2 seconden een rode kaart. Ja, ik heb gezien, ja. Oh, die kwam erin? Ja, die viel in. Ah, ja. Bij het begin van de tweede helft kwam die erin. Ja. Maar jij hebt vroeger natuurlijk ook tegen die gekke Kraaij gespeeld, of niet? Of ben je hem nooit in het Jawel. Toen speelde hij, meen ik, bij de Graafschap. Oh ja. Ja. Ja, kijk, weet je, Hans is natuurlijk een heel amabele jongen. Ja. Maar hij was natuurlijk niet een hele goede voetballer. Nee. Dat weet hij zelf ook wel. Dat weet hij zelf. We hebben nog meer vragen hier staan, jongens. Wat vind jij? Heb jij ze nog staan, Mies? Hoezo? Vind je dat niet interessant wat Wim nou aan het vertellen? Maar even één ding. Je bent van de... Hoe lang zijn we bezig? Een jaar. Het gaat heel goed, hè, trouwens. Hoeveel opnames? Honderden opnames. Honderden opnames. Ik denk dat jij bij 12% bent geweest. Ja. En wij hebben dit uitgebouwd tot iets heel succesvols. Empire. Zonder jou. Empire, zonder jou. Ja, absoluut. Dus ga jij nou een verband even, in kunnen zitten. Ga jij nu even niet met de inhoud bemoeien als je niet dat vindt. Maar ik heb geen flauw idee wat je zegt. Even kijken. Nou, kom jij maar met een leuke vraag, Rob. Iedereen leeft mee. We moeten die vragen wel een beetje... Weet je wel. Jij zou die mensen een keer wat strenger moeten toespreken... dat ze wat betere vragen opsturen. Ja, daar zit ook in plaats van wat vindt meneer Jansen van Adel Den Haag? Want dat boeit helemaal niet. Dit is jouw project, Rob. Dit is jouw speeltje. Wij doen dit omdat we jou zo amabel vinden. Ja. En ik zeg je er heel eerlijk bij, ook omdat ik geloof heb in jouw commerciële kwaliteiten. Ja, anders heb je geen werk. Geld en onrecht. Dan merk ik weinig van de laatste tijd. Dat is weer een heel ander verhaal. Jongens, heel jullie kapitaal hebben je mij te danken. Ja. Dus
Nou, kom maar met die vraag. Nee, maar dat is een vraag voor jou. Over Feyenoord. Hugo. Lil Kleine. Oh, nog lang niet, zegt Hugo. Lil Kleine. Oh ja, dat is een vraagje voor Michel. Ja. Dat is wel leuk. Of jij een boekje over Lil Kleine. Wat is Lil Kleine? Is dat zo'n rapper die iedereen in elkaar slaat? Zoiets, okay. Ja. Nou, het antwoord is dat ik daar niet zoveel zin in heb. Maar dan Michel, kan ik ook een tegenvraag stellen. Ja. Ik heb wel het idee dat jij zo langzaam een beetje klaar bent met die verhaaltjes over die bekende mensen allemaal, toch? Van de biografiekjes en... Nou, jouw beurt. De spoeling is een beetje dun. Wie zou je nou echt ooit nog, wat je zelf ook weet, het is onbereikbaar, maar toch willen doen? Ja, dat weet ik niet. Donald Trump is wat hooggegrepen misschien. Ja, maar los van René Wimmer. Roger Stone. Is dat die... Die adviseur van de politiek strategie. Zo, hé. Ja, die is goed, hè? Wat een vark is dat, zeg. En weet je wat, het wordt steeds erger. En het hekelende Clintons ook, hè? Ja, je kan wel zeggen, ja. Dat was mijn kijktip van vorige keer. Nee, ik weet niet. Ik heb niet echt zo'n lijstje, weet je wel. Dat vind ik... Mark Rutte. Nee. Maar alleen maar sportmensen? Of helemaal niet. Nee, daarbuiten wel. Of zijn jullie, komen jullie maar met een goed Nou, misschien voor de luisteraars. Wie heeft er een idee voor Michel voor zijn volgende boek? Ja. Nou, dat wordt hem. Ja? Dan gaan ze insturen. Nou, dan kan je kijken. Ja. Nee, dat doen we. Nou, moet ik er nog een vraag doorheen gooien? Want, zo leuk, man. Doe even. Ja? Kun je uitschelen. Even kijken. Even een hele snelle. Beste trainer en slechtste trainer, Wim? Beste trainer... Leo Beenhakker. Ja. Slechtste trainer Bruno Paasje. Nee, ik ga niet Atemos zeggen. Is dat boven Atemos? Ja, Bruno Paasje die is in één seizoen 3 keer ontslagen door mijn toenmalige voorzitter Romeo Incontani. En die man, die het enige waar die man zich mee bezig hield, waarom hij daadwerkelijk interesse in mij toonde. Mijn toenmalige vrouw Sylvia, die was altijd heel lief, want wij gingen altijd in trainingskampen. En dan deed ze altijd, wat lekkers in die tas, of snoepjes, of een beetje een Hollandse drop of zo. Ja. Ik denk, die jongen die zit. En die man die wilde elke keer, heb ik één keer toegelaten, die wilde daar in mijn tas kijken of ik niet, want ze vonden me iets te dik, of ik iets van snoep bij me had of zo. En dat klopt ook. Maar dat klopt inderdaad. Die hele tas zat vol met snoep. Maar dat heb ik de tweede keer niet meer toegelaten. Die man is 3 keer teruggehaald in 1 seizoen. En ondanks dat toch gedegradeerd. Dat is heel knap, hè? En krijgt hij elke keer afkoopsommetje mee ook? Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Want die voorzitter die betaalde sowieso nooit sowieso iets. Sowieso niet. Nee, maar die voorzitter die had de vervelende gewoonte om... aan het eind van het seizoen had je altijd een diner. En een beetje als afsluiting. Mm-hmm. En nou ja, we zijn ook 2 keer gedegradeerd. Maar we zijn ook 1 keer kampioen geworden. En het was ook al een jaar dat het heel goed ging. En dan met name als het heel goed was gegaan. Dan zaten die trainers, die voelden zich altijd wel lekker bij dat laatste diner. Maar alsof hij het erom deed, begon hij te suipen, die voorzitter. Die dronk altijd die liqueur en die wodkaatjes en weet ik veel wat hij allemaal zo. En dan op een gegeven moment kreeg hij zo'n boze dronk. Ontsloeg hij toch die trainer waar iedereen bij was. Op het laatste diner van het seizoen. Ja, dat was Gigi Simoni. Dat was echt een hele goede trainer. Daar waren we ook kampioen mee geworden. En dus na dat kampioenschap gingen we eten. In dat clubrestaurant. En toen... Maar wij hadden afgesproken... Dat gebeurt vaak in Italië. Dat als het tijdens de wedstrijd nog gelijk is... Ja. En zo'n Empoli, dat stond onderaan en wij hadden aan een punt genoeg. Daar zeg je nou, we stoppen ermee. Ja. Wij spreken, we gaan alleen die bal rondspelen. En daar was hij dus achtergekomen. Terwijl hij zelf het altijd adviseerde om dat te doen natuurlijk. Heeft hij hem toch ontslagen. Tot wanhoop van iedereen. Want iedereen die was knettergek. Ik zou met die man wel een boek willen maken. Dat Romeo Incontani. De man die 3 keer ontslagen werd in 1 seizoen. Ja, Bruno Paasje. Bruno Paasje. En daar dan een paar miljoen van verkopen. Ja. En daarna kregen we dus Querini. Dat hij, dus na die, Bruno, na die Gigi Simoni. We waren kampioen geworden in de Serie B. En dat was een hele goede trainer en dat was een amabele man. En toen kregen we een andere trainer. Die oud voetballer die geblesseerd was geraakt bij Fiorentina. En wij zitten na een week zitten we in trainingskamp ergens in de bergen. En toen begonnen we zo een beetje met elkaar onderling over die trainer te praten. Ja, we vonden het allemaal zo'n lul, vonden we het. Ik ga de volgende dag een kopje koffie halen. Of ik loop naar trainen, zo'n kopje. En die trainer zegt mij niet gedag. Die zegt gewoon helemaal geen woord.
Het bleek dus dat hij aan de deur is gaan luisteren. Wat wij allemaal over hem gezegd. Het is een lul. Het is een tactisch onbenul. Wat een nare kerel. Weet je. Heb je daarna nog een wedstrijd gespeeld? Jawel. Ja, hij kon niet omheen. Nee. Maar uiteindelijk heeft hij toch het seizoen afgemaakt. Met degradatie. Degradatie erbij. Nou ja, wij stonden zeg maar 7 wedstrijden voor het eind. Stonden we op het punt om bij de eerste 7 om Europees voetbal te halen. Dus die voorzitter die had al premies beloofd. Weet je, dan krijg je 30.000 gulden of zo als je toch UEFA Cup haalt. En gedegradeerd. Gedegradeerd. Wat is de gekste voorzitter? Dat is de laatste die jij ooit hebt meegemaakt. Waar jij ooit mee aan tafel hebt moeten zitten. Dit was wel een van de gekste van Europa, denk ik, Anko Natani. Maar er moet er ook een paar tegengekomen zijn. Nou, het waren er 2. Lendoro, Deportivo La Coruña. En Mohamed Al-Fayed. Oh ja. Al-Fayed, ja. Al-Fayed, vertel maar Al-Fayed. Want die andere heb je volgens mij al een keer verteld. Lendoro, die heb ik verteld. Al-Fayed is van die zaak. Van Harrod. Ja, van Harrod, ja. Dodi Al-Fayed, ja, prinses Diana. Ja. Nou, die Mohamed. Heb ik het verhaal nooit verteld van Al-Fayed met die transfer van Van der Sar? Nee, die ga je nu vertellen. Oh, die ga ik nu vertellen. Okay. Wel het hele verhaal vertellen. Niet de gekuiste versie. Niet de ordinaire dingen weglaten. Nee. Echt gewoon de kern. Dat gelijk naar het dat Edwin ook denkt morgen. Nou. Ja, precies. Het dropt er maar even een uurtje lunch om mee te praten. Ja. Nou, Edwin ging van Juventus op het laatste moment ging die naar Fulham. Ja, dat was een beetje een no-transfer. Ja. En later heeft dat zijn hele toekomst gered, maar dat is een ander verhaal weer. En we krijgen die besprekingen, want dat wil je natuurlijk horen, bij Harrods. Al-Fayed was eigenaar van Harrods in Londen. En dat is de bovenste verdieping. Daar ga je speciale lift van Harrods gaat omhoog. Allemaal kantoren. Je weet niet meer, je ziet hoe mooi. Er lopen ook butlers. Heel bijzonder. En er kwam een hele delegatie van Juventus met ons mee. En Edwin en ik vanzelfsprekend met onze advocaten, Harro Knijf. Iedereen was daarbij. En we moesten in 2 verschillende zalen onderhandelen. En dan die ene groep daar zat. En toen was nog de manager bij Fulham, volgens mij Baresi. Franco Baresi van Milan. Meen je niet? Met Tigana. Franco Baresi? Ja, die is kortstondig manager bij Fulham geweest. Oh. Technisch directeur. Oh. En die begonnen net met dat vak. En ik weet nog dat iemand in onze delegatie vroeg bij Franco, heeft u ook gevoetbald? Dat was de opvolger van Frans Beckenbauer. Goeie binnenkomen. En dat die hele lieve man, en dat hij zei gebroken Engels, bij AC Milan. Ja, 4 Champions League. Ja, maar ga door, hoor. Maar oké. Dus dat was wel humor. En we zitten daar aan een grote tafel en er was 1 stoel aan de kop. Die was niet bezet. En hij liet onderhandelen door Amerikaanse advocaten. Waarom? Geen flauw idee. En aan de andere kant zat Edwin, ik zat daar, Harro Knijf zat daar. En we waren bezig met ons toneelstuk en die Italiaan aan de andere kant. En op een gegeven moment komt Al-Fayed binnen. En in zijn streepjespak, hoge hakjes had hij ook, omdat hij even langer leek. Heel amabel. Ging zitten en zei zo tegen de delegaties, tegen zijn mensen uit Amerika. En, hoe gaat het? Maar hij zei tegen ons helemaal niks. Nou ja, we zijn druk bezig met Al-Fayed. En dan zei, dus hij keek zo naar die groep. Hij zegt, en wie van jullie is die keeper? Maar Edwin was op van de zenuwen, die zat helemaal zo. Die stak zelfs zijn hand op. En hij keek eerst naar mij, weet je wel. Ik zei, nee, dat is hij. Oké. En hij zei tegen Edwin de historische zin. Hij zegt, ben je echt goed? Dus Edwin zei, die advocaat, ja, hij is een van de beste keepers van de wereld. Wat kom je hier doen dan? Dat zei hij, wat kom je hier doen dan? Ja. Maar die man had een mega humor. En Edwin die keek zo naar mij, maar ik moest vreselijk lachen. En Edwin zei, hij zei, nee, ik maak een grapje. Maak je geen zorgen, natuurlijk weet ik wie je bent, zegt hij. Hij zegt, gaat alles naar wens? Ja, alles gaat naar wens, Edwin. Hij zegt, ben je getrouwd? Nee, zei Edwin, homoseksueel. En Edwin, ik ben helemaal niet homoseksueel, ik heb een vrouw. En maak je niet druk, zei hij. Dus Edwin zat zo naar mij van, wat moet ik hier? Maar ik dacht, een geweldige man is dit. Nee, oké. Hij zegt, oké, nou goed. Hij zegt, de bespreking gaat verder. Ik laat jullie met rust. Hij zegt, het komt allemaal goed. Ik maak grapjes met je, maak je geen zorgen. Ik weet heus wel wie je bent. Ik heb ook een cadeautje voor je meegenomen, zei hij. En hij had een doosje bij hem. Haalde hij zo, had allemaal bodyguards ook, die gaven het allemaal aan. En hij legt dat doosje zo neer bij Edwin. Hij zegt, dat is voor jou, maak maar open. Dus Edwin maakt dat doosje open en die kijkt erin. Daar zit een dildo in. Dus die Edwin die zegt, dat is een dildo. Hij zegt, ja, is toch een leuk cadeau? Hij zegt, fijne middag. Hij zegt, zie jullie dadelijk, doen we een rondleiding door Harrods. Nee. En hij loopt gewoon weg. En Edwin zegt, nou ja, dan zal ik hem maar thuis afgeven. Nou, vind ik het wel een bijzondere voorzitter, of niet? Ja. Heel vreemd allemaal. En dan ging je naar United. Ja.
En daarna ging hij naar United. Zat die Mochi toen bij Juventus? Ja. Nee, die was weg. Die was al weg. Nee, die was weg. De president was toen die oud voetballer, die spits uit de oude doos. Van wie? Juventus. Bettega. Nee. Bettega was bij de meeting, die was voorzitter. Boni Petti. Ja. Heel goed van jou. Ja. Boni. En Roberto Bettega, wel een gentleman trouwens. Welk jaar was dat dan? Jezus, Mina jongens, waar zitten we in? 96 eerder. Denk het. Ja. En Edwin, dat was wel een wat ook zaakwaarnemerschap dan ook ten goede kan keren. We hadden bij Fulham een contract gemaakt. En dat zat vol met clausules. Want zijn salaris was natuurlijk een probleem aan het worden. Wat hij had bij Juventus. En ik had helemaal vol geduwd met clausules. En daardoor deed Edwin het ook eigenlijk. En uiteindelijk zocht Ferguson een keeper van ja. Maar die zat met zijn budgetten. En die konden wij op de hoogte stellen van die clausule. En toen zei hij, voor dat bedrag neem ik het risico. Dat doe ik. Dat doe ik. En toen maakte hij contact met Al-Fayed, Alex Ferguson. En zei, hij is verkocht. Ik weet van de clausule af. Heel transparant. Ja, jammer voor jullie. Hier is geld. Klaar. Mm. Al-Fayed helemaal uit zijn dak. Naar die Amerikaanse advocaten. Wat in hemelsnaam hebben jullie gedaan? Maar ja, die moest tegen mij onderhandelen. Dat is kansloos. Maar ja, wilde hij wel die deal dan terug? Maar hoe loopt hij? Wilde die deal dan terug? En hij zegt, ja, dat kan niet, zei Al-Fayed. Je kunt niet, zei hij tegen Ferguson, mij publiekelijk zo verschut zetten omdat mijn advocaten hebben gefaald voor dat bedrag deze keeper te halen. Dat kan niet. Je moet me helpen. En toen hebben ze het bedrag verdubbeld, United. Vanwege de PR-waarde voor de club Fulham en Al-Fayed. Maar dat maakte voor Edwin ons helemaal niks uit. Maar dat hebben ze daadwerkelijk betaald? Ja. Hoeveel dan? Ja, dat weet ik niet precies meer. Maar het was in ieder geval twee keer zoveel als eigenlijk... Als de clausule was. Ja. Oh. En dan was het nog weinig. Ja. Laat ik het voorop stellen. Maar dat bedrag wat ik erin had laten zetten... Dat was gewoon een aanfluiting voor hem geweest. Dat was voor hem een klap in zijn gezicht geweest. Ja. Van ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren voor zijn publiek? En wij hadden ons werk dus buitengewoon goed gedaan. En daardoor ging Edwin naar Man United. Want was er geen clausule geweest... Dat is de kans kleiner dat hij hem genomen had. Ja. En bij United werd Edwin een van de beste keepers wederom ter wereld. Ja, Champions League gewonnen. Ja, Champions League en een finale verloren. Ja. Twee zelfs. Ja. Twee keer tegen Barcelona verloren. In Moskou stopte hij die penalty. Ja, van Anelka. Ja, en toen hadden ze de Champions League gewonnen. Ja. Dus je ziet maar weer dat een carrière ook afhangt van toevalligheden. Ja, even een goede zaak waarnemen. Eindelijk respect. Eindelijk goed, het wordt weer tijd om er eens een eind aan te maken. Dit was de wondere wereld van Rob Jansen. Ja. Volgende week gaan we weer verder. God mag weten met wie. Rob wordt geopereerd als zijn knie. Ja, maar ik ben hier altijd dan, hè? Rob wordt geopereerd aan zijn knie. Of hij gaat naar Curaçao. Ik ga helemaal niet naar Curaçao. Hij gaat hier gewoon één verdieping boven liggen kermen als een man. Zoals het hoort. Een man die iets heeft gaat liggen kermen. Ja. Dat horen we wel door de opname heen. Mag niet huilen. Misschien is dan René er weer. Ik ga twee dingen... Wie zong ook weer? Ja, dat weet ik niet. Is een beetje jou. Is een beetje Manuela. Manuela. Hoe heet die nou? Die van Manuela. Ik weet hoe die heet. Rob Nijs? Nee, dat is misschien leuk voor de kijkers. Wie dat was? Jacques Herp. Dat is ook weer opgelost. Tot de volgende keer. Vermoeiend.